Ik cappuccino. Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe vlog. Mijn naam is Sylvester Stam en ik sta zojuist in de nieuwe woning van mijn moeder. Kijk eens wat mooi. Groot. En tof dat ze dichtbij komt wonen. Maar we zijn zojuist bij de Lidl geweest. We hebben zojuist een beetje boodschap gehaald. Wat te drinken. Want morgen vindt de verhuizing plaats van mijn moeder. En ik ga jullie zo meteen even laten zien wat wij hebben gehaald qua drinken. En dan zie ik jullie zo meteen. Nou, het drinken van morgen. Ik ga jullie zo meteen even laten zien. Eén voor één. En ik ga jullie een rondleiding. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt. Ik zei zojuist dat we bij de Lidl geweest zijn. Mijn moeder gaat morgen verhuizen. En we hebben een aantal dingetjes gehaald, zoals drinken en wat lekkere koekjes voor bij de koffie voor morgen. Maar ik ga jullie even laten zien wat we allemaal gehaald hebben bij de Lidl. We hadden batterijen nodig. We wisten niet precies welke. We hebben de AA batterijen. En we hebben de AA of drie keer AA batterijen gehaald. Zodat we het... ik wist niet welke. Dus die hebben we gehaald. We hebben de koekjes voor morgen. Voor bij de koffie hier. Maar ik ga ook vanmiddag even een cake maken. Dat had ik mijn moeder beloofd om dat te maken. We hebben weer theelichtjes. Want die zijn weer helaas op. Maar we moeten dan helaas een kaarsje branden voor mijn broer. We hebben weer de heerlijke apenkoppen. Die zijn zo gevaarlijk. Als ze helemaal op zijn of open is, dan. De suikerklontjes. De vuilniszakken voor bij mij thuis. De boter. De complete. Spaarrood. Spaarrood. De sinaasappelsap. De strawberry aardbeienthee. Freeway cola. IJsthee. Ik vind ze persoonlijk niet heel erg lekker, want er zit eigenlijk bijna geen smaak aan. Die hebben we moeder gehaald. De appelsap. Twee keer chocomel. En als laatste de grote flesjes water. En ik ga jullie zo meteen even meenemen. Een rondleiding door mijn moeders nieuwe huis. Vind je deze video wel leuk? Vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zou tof zijn. Tot zo. Hey, leuk dat je nog steeds kijkt naar deze goed nieuwe vlog. Hey, ik ga jullie meenemen in de rondleiding door mijn moeders nieuwe woning. Ik ga beginnen met de prachtige keuken. Allerlei kastjes. Voorraad dingen, weet ik het allemaal. Dit zijn de boodschappen die voor morgen bedoeld zijn. En voor de nieuwe. Zie je wel. De woonkamer. Gaat de woonkamer worden. Ik ga je. Dit is de slaapkamer. Het gaat de slaapkamer worden. Met een prachtige balkon. Een uitzicht. Prachtig. Prachtig toch, jongens? De badkamer.
douchegordijn. Nou, deur gang. Hier een mooie kapstok. Die hebben ze lang gehangen. En de voorraadkast. Dit gaat de voorraadkast worden. Nou, dit was de rondleiding om mijn moeders woning. Ik zie jullie zometeen bij mij thuis. Ik ga in ieder geval ook even een cake bakken. Dus, mocht je deze video alvast leuk vinden, vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie zometeen. Hey, daar ben ik weer. We hebben zojuist een rondleiding gedaan bij mijn moeders nieuwe huis. Want ze gaat morgen verhuizen. Ja, ik ben nu weer thuis. Ik ga voor jullie nou een heerlijke, overheerlijke cake maken. Dat moet in twee stappen, want de cacao mix die moet een andere iets, weet ik wel. Maar dat zien we zo meteen wel. Ik ga voor jullie een marmercake maken. En dan gaan we kijken de eerste mix. Ik heb ondertussen, die moet er niet in. De cakevorm al ingevet. Normaal doe je er ook nog bloem door, zodat die er makkelijk uit kan. Dat ga ik nou niet doen. Nou, ik ga jullie. Kijk. Nou, ik ga deze nu zometeen laten draaien. Kijk. Maar dat brengt een beetje lawaai. Maar dan, als het in de cakevorm gaat, dan kom ik zometeen bij jullie terug. Hey. Kijk, de eerste. Beslag is klaar, dat gaat er nu in, want het moet in twee stukken, want dan heb je een beetje, ja, een tweede, weet ik veel. Het is wel lekker eigenlijk om je vinger erin in te stoppen zelf, maar dat doen we niet. Nou, kijk, dan gaat de eerste laag gaat erin. Zo, mag nog wel een beetje bij. Zo. Kijk eens hoe lekker het eigenlijk is. Het eigenlijk ook een beetje. Kijk. Nee. En ik hoop dat deze cake gaat lukken. Nou, wij gaan nu de cacao mix maken. Dat is de chocola, mijn favoriet. Dus dat gaan we even klaarmaken en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Nou, de tweede laag. We hebben eerst de vanille gedaan. Dat ziet er zo uit. En dan gaat de tweede laag met cacao. Die gaat er nu in. En dan krijg je twee verschillende smaken door elkaar. En dat is ja, eigenlijk oh, zo lekker. Maar goed, ik ga het er nu voor jullie in doen. Zo. En dan, als het dan klaar is, dan kun je met een vork, kun je dan, ja. Zo. En dan kan je dat eigenlijk zo doen.
En dan gaat die deze vork gaat dan zo in mijn mond. Maar dit gaat dan even kijken hoe lang moet dat in de oven. Dan moet dat even kijken. Ik moet even kijken waar het staat. Oh ja, 60 tot 65 minuten gaat dan de heerlijke cake dan in de oven. En dan hoop ik dat het zo uit komt te zien. Nou, ik zie jullie over een uur weer terug. Nou, de cake heb zojuist een uur in de oven gestaan. We gaan even kijken. Ja, normaal doe je dat met een breinhout, maar dit is volgens mij ook voldoende. Om te kijken of hij gaar is. Nou, dat gaan we nu even doen. En anders moet hij nog even in de oven. Oh, kijk. Volgens mij is hij gaar. Ja, hier een klein beetje. Nou, dan ga ik hem maar. Ja, ik heb eigenlijk overhandschoentjes. Kijk. En dat was weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Mocht dat zo zijn, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie hopelijk. Ja, ik ga proberen elke zondag een video te uploaden om 4 uur. En dan hoop ik jullie weer te zien. Nou, doei doei. Allemaal blauw duimpjes. Hey, leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Ja, helaas moet ik zeggen dat de cake helaas mislukt is. Misschien iets te veel, iets gebruikt. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En als je op de hoogte wil blijven, vergeet dan niet het belletje aan te klikken. Nou, doei doei!